Wanneer las jij het boek? Las jij het boek al toen het uitkwam? Toen het die grote hit werd? Nou, dat is wel een grappig verhaal. Ik draaide in 2014 mijn eerste tv-dingetje. Dus dat was eigenlijk mijn eerste debuut. Ja. En dat was Adam en Eva, Amsterdam en vele anderen. Een serie van dezelfde regisseur en dezelfde scenarist als Blot van Pisa. En toen stond ik met Norbert, de regisseur, in Amsterdam-Noord op een flat even pauze te houden. En toen zei hij tegen mij, kwam je met een boek en zei hij... luister, we willen heel graag dit boek gaan verfilmen, ooit. We weten nog niet precies wanneer dat allemaal kan. Maar ga dit boek lezen. In ieder geval, ik denk dat je het sowieso een heel leuk boek vindt. En laat me weten. En dan misschien over 3, 4, 5 jaar ben je oud genoeg en kunnen we daarmee beginnen. En toen heb ik het gelezen en toen nog een keer voor school. Toen stond het ook op de leeslijst. Ja. Want het is op elke school was het ook een enorme hit. Dus toen heb ik het nog een keer gelezen. En toen nog een keer voordat we gingen draaien. Dus in totaal heb ik hem 3 keer gelezen, maar wel, terwijl het zo'n hit was. Ja. Het is natuurlijk jouw debuut als hoofdrolspeler. Ja. En dat doet hij voortreffelijk. ik weet dat hij dat liever niet wil horen. Doe je oren maar even dicht. Maar ik ben erbij geweest. Het is echt de geboorte van een groot acteur. En het is de oude... nog maar zien. De oude loopt... Rustig aan, Mano. De oude loopt nog rond, maar hier zit een nieuwe Al Pacino. Oh, ja. Gaan we nu kijken naar iets van Al Pacino? Nee, we gaan nu kijken. Ja, laten we...